Deze les gaat over paragraaf 14.4 en we behandelen vandaag de begrippen omtrent het golfkarakter van materiedeeltjes met als paragraafvraag: wat is het golfkarakter van materiedeeltjes en hoe manifesteert zich dat? We gaan nu kijken naar de overeenkomsten en verschillen tussen een elektronenbundel en een laserbundel. Wat je hier ziet is een glazen stolp met daarin een elektronenkanon hier en die zendt elektronen uit en die gaan langs deze straal. Die elektronen die botsen op gasmoleculen in deze bol en die zenden licht uit, vandaar dat je de elektronenbundel ziet. Zo kun je ook een laserstraal zien. Je ziet niet de fotonen zelf, maar je ziet de lichtfotonen die op de luchtmoleculen botsen. Er zijn wel verschillen. Bijvoorbeeld elektrische en magnetische afbuiging. Als ik een geladen staaf in de buurt van de elektronenbundel zou houden of een magneet, dan kan ik met die geladen staaf of de magneet de bundel afbuigen. Een laserbundel kan ik met een magneet en een geladen staaf niet afbuigen. Dus dat is het verschil tussen de elektrische en magnetische afbuiging tussen een elektronenkanonbundel en een laserbundel. Een ander verschil is dat de elektronen die hier in de bundel zitten massa hebben, terwijl de fotonen in een laserbundel geen massa hebben. Er zijn ook overeenkomsten. We kunnen met een laserbundel interferentie vertonen. Dat kunnen we dan doen door de laserbundel te richten op twee smalle spleten die dicht bij elkaar staan. Dat noemen we ook wel het dubbelspleet-experiment. Het moet wel zo zijn dat de afstand tussen de spleten en de maat van de spleten in de orde van grootte van de golflengte van de bundel moeten zijn. Dat kun je met een elektronenbundel ook doen en ook elektronen vertonen dan buiging en interferentie. En daarmee kun je de conclusie trekken dat elektronen een golfkarakter hebben. En niet alleen elektronen, maar alle atomaire en subatomaire materiedeeltjes hebben een golfkarakter. Maar als elektronen een golfkarakter hebben, dan moeten elektronen dus ook een golflengte hebben. En dus gaan we kijken, wat is nou de golflengte van materiedeeltjes? We weten al uit ervaringen met buiging van licht, dat de opening en de golflengte dezelfde orde van grootte moeten hebben. En om interferentie te krijgen, moet de afstand tussen de twee identieke bronnen en de golflengte ook dezelfde orde van grootte hebben. We weten dan ook dat hoe kleiner de opening, des te sterker is de buiging. En hoe kleiner de afstand tussen de openingen van de bronnen, des te verder lopen de knooplijnen en de buiklijnen uiteen. Dat hebben we al in een eerdere video over het golfkarakter van licht gezien. We kunnen dus ook de golflengte van materiedeeltjes zichtbaar maken met behulp van interferentie. Deze blijkt afhankelijk te zijn van twee dingen: de massa van de materiedeeltjes en de snelheid van de materiedeeltjes. Een elektron met een relatief lage snelheid heeft een golflengte in de orde van de 1 nanometer. En de diameter van een atoom is ongeveer een tiende nanometer, dus we zitten al erg in over kleine dingen te praten. En om dus het golfkarakter van materiedeeltjes aan te tonen, zullen we dus een dubbelspleet experiment moeten doen met elektronen. En dat doen we als volgt. We nemen een buis en daar zagen we een spleet in en in die spleet brengen we een draad aan. De buis met die opening die wordt aangesloten op een kathode, op een negatieve pool van een spanningsbron. En de draad die in de spleet zit wordt aangesloten op de positieve pool van een spanningsbron. Die draad wordt ook verhit zodat de elektronen makkelijk loskomen en die vliegen dan vanuit de buis in de richting van de draad, schieten daar langs en vliegen dan in de richting van deze opening. Hier zitten twee openingen vlak bij elkaar. Dat noemen we het dubbelspleet. En hier op het scherm aan de achterkant zullen de elektronen dus het scherm treffen. Kijken we vanuit een andere hoek, dan zien we hier dus het elektronenkanon. Die zendt de elektronen uit. We hebben hier een dubbele spleet, even wat groter weergegeven. En we kijken naar het scherm op drie verschillende momenten. Als we heel korte tijd kijken, dan zie je hier een individueel elektron ergens op de plaat aanwezig zijn, omdat hij de plaat daar getroffen heeft. Dat kun je niet zien, want van een enkel elektron kun je niet zien waar hij de plaat treft. Dat kun je wel doen
als er meerdere elektronen zijn geweest, dus we zullen een tijdje moeten wachten en we gaan steeds meer trefkansen, trefplekken zien waar elektronen op het scherm terechtkomen. En na verloop van tijd zie je dus het interferentiepatroon ontstaan. En de conclusie aan de hand van dit patroon is dus dat de materiedeeltjes een golfkarakter hebben. In het atoommodel van Bohr hebben we steeds gezegd van het atoom bestaat uit een kern met daaromheen draaiende elektronen. In banen rond de kern. En daarmee kunnen we het energieniveau, de energieniveaus in het atoom heel goed verklaren. Maar nu we opeens weten dat het elektron ook nog eens een keer een golfkarakter heeft, maakt het model eigenlijk een stuk ingewikkelder. De vraag is dan ook, hoe kunnen we de energieniveaus en het golfkarakter van het elektron aan elkaar koppelen? Nou, dat kan, doen we als volgt. We weten namelijk dat het elektron in een, laten we zeggen nog maar even, een soort baan rond de kern draait. En die heeft een bepaalde omtrek boven de elektronbaan in het waterstofatoom. We gebruiken dit model specifiek in waterstof. En dat kan alleen maar passen als de golflengte van het elektron een geheel aantal malen in die omtrek past. Want als dat niet zou gebeuren, dan zou door interferentie het elektron zichzelf uitdoven. Dus die golflengte moet precies een geheel aantal malen in de omtrek van die baan passen. Let wel, dit model werkt alleen maar goed voor waterstof en het helium-ion. Het helium-ion is een 1+ geladen kern met 1 elektron die daaromheen draait. De golflengte die we aan materiedeeltjes toekennen heeft een naam en dat noemen we de Broglie-golflengte. Dus in de klassieke mechanica gebruiken we het atoommodel van Bohr en we weten dat de elektronen in banen zijn, dat kunnen cirkels zijn, dat kunnen ellipsen zijn en dat aan die banen de klassieke mechanica voldoet middels de wetten van Newton. In de kwantumwereld gaat dat niet meer op. Er zijn geen duidelijke banen meer, maar er zijn nog alleen maar statistische wetmatigheden. We kunnen alleen maar bepalen waar de kans het grootst is dat een elektron zich bijvoorbeeld bevindt. We gebruiken ook geen wetten van Newton meer, maar we gebruiken in de kwantummechanica de Schrödinger-vergelijking. En daar kom ik later op terug. Wat zijn nou de kernpunten van deze paragraaf? Ten eerste materiedeeltjes. Materiedeeltjes hebben een deeltjeskarakter, maar ook een golfkarakter. In het deeltjeskarakter hebben de deeltjes een positie en een snelheid. In het golfkarakter kunnen identieke deeltjes met elkaar interferentie vertonen. Interferentie betekent dat er een bepaalde waarschijnlijkheid is dat de deeltjes ergens uitkomen, ergens een scherm zullen treffen, een zogenaamde waarschijnlijkheidsverdeling. Hoe kan je het golfkarakter aantonen? Door middel van een dubbelspleet experiment. De de Broglie-golflengte is de golflengte van het materiedeeltje en die is groter naarmate de massa of de snelheid van het deeltje kleiner is. En we gebruiken het Bohr-model van waterstof, waarin het elektron een soort staande golf is op de omtrek van de baan en dat noemen we de zogenaamde Bohrse baan. Dan besluiten we weer met de leerdoelen van deze paragraaf. Zorg dat je goed begrijpt wat het nut is en het doel van het dubbelspleet-experiment. Wat er bedoeld wordt met de Broglie-golflengte. Wat het verschil is tussen de klassieke mechanica en de kwantummechanica. En wat de boorstraal precies inhoudt. In de les gaan we hier verder mee oefenen. Veel succes met de voorbereiding.